Mensen, 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 het is Kerstmis. Dit zijn allemaal Kerstmis packs. Allemaal Christmas packs. Nou, wat leuk. Een manier van jij om heel veel geld te verdienen, terwijl het nog niet eens kerst is. Maar niet een reden waarom wij ze niet gaan openen. Die 50.000 coins pakketjes eventjes innen. Eventjes cashen. Ja, gewoon even packs openen. Blauw duimpjes er top zijn. Het is op dit moment weekend. Ik kom net thuis van een hele leuke opnamedag. Samen met onder andere Bas en Mattie. En dat was echt heel leuk. Maar daar gaan pas later video's van komen. Dat is voor het kanaal van ING Only Voetbal. Maar dat zorgde dus wel voor dat ik al de hele zaterdag weg ben. En daardoor niet veel weekendly potjes heb kunnen doen. Nou heb ik wel mijn Twitter in de gaten gehouden. En heb ik gezien dat de EA-servers dit weekend echt ontzettend shit zijn. Dus aan de ene kant is het misschien maar goed ook dat ik het niet heb kunnen doen. Want daar zou ik alleen maar boos van worden en geïrriteerd van raken. En zijn die dure spelers of die grote rated spelers nog wat waard vanwege die squadbuilding challenges? Ook niet. We gaan het allemaal meemaken. Het volgende 50k pakketjes. Ja, het zal toch wat zijn als je er even in één keer een leuke speler uit krijgt. En dat is ook het motto van die pakketjes. Er is natuurlijk gewoon een hele grote kans dat je dat niet doet. Of dat je er eigenlijk helemaal niks in krijgt. Maar wie niet waagt, wie niet wint. Als je die pakketjes nooit opent, kan je ook nooit zeggen van hey, er zit een walkout in of er zit geen walkout in. Een Lamina kan misschien wat waard. Nee. Oh, dit is niet de kerstspirit. Met de kerstspirit EA zou je moeten zeggen, hey, weet je wat, we gaan hem een leuk cadeautje geven. Een leuk presentje, Wesley Sneijder. Het is gewoon matig. En daar kan je linksom of rechtsom. Maar we gaan dus gewoon nog eventjes wachten tot we de volgende pakketjes openmaken. Weer allemaal non-rares. Ja, nee, we wachten er even mee. Ik ga niks meer uitgeven, nou nog eentje. Maar daarna ga ik niks meer uitgeven. Daarna wachten we gewoon tot er volgende leuke packs komen. En hiervoor hem toch nog eventjes waarmee we kunnen afsluiten. Is misschien niet discard waarde, omdat je informs moet inleveren. Huppakee, 16.000 muntjes achtig. Die ga ik lekker in mijn club bewaren. Misschien komt er nog een leuke squadbuilding challenge. Over squadbuilding challenges gesproken. Er zijn er dus heel veel. En die zijn er maar voor een korte periode. En wat heb ik dus uiteindelijk gedaan? Ik heb er 2 unlocked. Dat zijn de volgende spelers. Omdat ik dacht van, hey, een Aubameyang of iets, die kost gewoon zo ontzettend veel muntjes. Die ga ik niet doen. Dan koop ik liever zo'n normale versie. Maar bij De Rossi en Parola dacht ik van, hey, weet je wat, die kaartjes zijn echt een flinke verbetering. Ik ga gewoon de moeite nemen ze te ontlokken. En bijna alle spelers en informs had ik nog in mijn club. Maar misschien komt er nog wel een leuke. En dan zie je dat in de rest van deze video. Wat gewoon een soort van kersteditie wordt. We gaan door naar het volgende hoogtepunt. Nou, onder datzelfde motto van net. Wie niet waagt, wie niet wint. Wie geen packs opent, wie geen goede spelers krijgt. Gaan we nu naar de volgende pakketjes. 100k pakketjes. Het zijn er 2. We gaan er dus ook maar 2 openen. Want ik ga niet op nog een account FIFA Point zetten. Kom op, kom op, kom op. Iets, een... Geen walkout. Kleine sterretjes alleen maar. Oh, dat is naar. Dat is een partijtje naar. Cahill als beste in een 100k pakketje. Oi, oi, oi jongens. Oi, oi, oi. Ja, dit zijn allemaal spelers die gewoon voor discard gaan. Daar krijgen we 13.000 coins voor terug. Maar dat is niet wat je in je 100k pakketje wil zien. Alles behalve. Oi, 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 oi. Oké, de volgende dan. Ik heb er nu al spijt van. Maar de volgende. Een walkout, ja. Hey, hallo. En wat gaan we krijgen? Het is een middelmatig sterretje. Spaanse vlag waarschijnlijk. Nee. Is dit Colombia? Is dit James Rodriguez? Dit is gewoon James Rodriguez. Die heb ik nog nooit gepakt. En nu wel. Lekker hoor. James in een intershirtje. Oi, oi, oi. Wat mooi om te zien. We hebben in ieder geval de tweede pack. Dus een walkout. En het is maar goed dat hij erin zit. Want anders zou het helemaal niks zijn. Hij is ongeveer 45.000 coins. Oké. Okay. Maar wel een walkout. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Oké, nee, dit is prima. Dit is helemaal lekker. Hier heb ik genoegen mee. We hebben in ieder geval een walkout gepakt in een 100k pakket. Het zou zonde zijn als Gamers er niet in zat dat het weer alleen maar slechte spelers zijn. Maar dat is niet het geval. Deze pakketjes hebben we ook geopend. En nu is het dus weer door naar de volgende. Waar we ook weer gewoon een walkout in gaan pakken. Weet ik zeker. Dat voel ik gewoon. Het is weer een andere dag in dezelfde pack opening. Soms is het ook wel een beetje onoverzichtelijk hoor. Maar ik wacht gewoon tot er leuke packs uit zijn. En dit keer moest ik zo lang wachten dat er een nieuw Team of the Week is gekomen. Ja, ja, ja. En dat wat ik al vanaf het begin van FIFA hoopte is gebeurd.
in vorm Zlatan Ibrahimovic. Dat betekent dus dat er een mogelijkheid is om bij Poker FIFA ooit op een gegeven moment Ibrahimovic te upgraden. Nou is dat natuurlijk een heel leuk spelletje om te packen, want dan hoef ik hem niet te kopen. Maar dat is misschien een beetje te hoog gegrepen. Wie ook nog heel leuk is, is natuurlijk in vorm Samir Handanovic. Moet je dat kaartje eens even checken. Bijna 5 stats die of 90 redenen hoger zijn, of bijna 90 redenen zijn, die diving en positioning. Nou, dat is ook eens die kaartje. En daarnaast natuurlijk de oude Poker FIFA legend Luis Suarez. Ousmane Dembele, wat een ontzettend ziek kaartje natuurlijk. Eriksen die heel erg goed is. Dries Mertens die heel erg goed is. En Azpilicueta centerback, tweede in vorm, of eigenlijk derde in vorm Balotelli. Het is ontzettend ziek. En we gaan dus nog wat pakketjes openmaken. Want ik heb nog wat FIFA points over van alle vorige pack openings. We hebben al een walkout gepakt. Ga maar zo, Rodriguez. Dat heb je natuurlijk al kunnen zien. En we gaan kijken of we daar nog iets leuks aan toe kunnen voegen. Geen 100k packs. Er zijn 15k packs. Maar dat is eigenlijk een beetje een mindere versie van de 35k packs. Want uiteindelijk zijn het beide packs met ja, veel rare dingen en consumables. En als je het omrekent is de 35k pack dus eigenlijk ja, voordeliger. Het maakt niet heel veel uit, maar het is wel voordeliger. Deze gaan we dus openen. Hopelijk krijgen we er weer iets leuks uit in plaats van alleen maar kleine sterretjes en Sirigu als keeper van Sevilla. Het is bijna kerst overigens. Ik hoop dat iedereen een hele leuke kerst gaat krijgen. Naast veel zilveren spelers, een player pack. Oké, je weet het niet. Maar ik hoop dat iedereen een leuke kerst gaat krijgen. Ik heb zelf ook kerstvakantie. Ik ga een paar dagjes weg met mijn vriendin naar Maastricht. Naar het verre zuiden. Misschien als jij daar woont, dan zie ik jou daar dan wel. Dat zou nou even toevallig zijn. Ik hoop dat als jij leuke cadeautjes krijgt. Niet. Ik hoop dat als je cadeautjes krijgt, dat zal het leuk zijn. Misschien tickets voor Bankzitters on Fire. Je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Dat kan je ook zomaar onder de kerstboom vinden. Dit kan ik allemaal discarden. Dat zou heel tof zijn. Voor de rest FIFA points. Dat je aan FIFA iets kan uitgeven. Moet je wel voorzichtig mee zijn, want misschien is dit een goede meting voor dat je ziet dat je wel dingen uit kan geven. Maar dat er ook soms is iets dat je helemaal niks krijgt. Al is Liechtenstein er prima, want die had ik net ingeleverd met een squad building challenge. Kun je natuurlijk ook altijd afvragen, Raoul, waarom open je in godsnaam packs terwijl je eigenlijk nog zo ontzettend veel coins hebt? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag waar ik je ook geen antwoord op kan geven. Dybala! Ja, wat een beest! Oh, hoe duur is die? Die heb ik nog nooit gepakt dit jaar. Dit is voor de eerste keer. Die is gewoon 120k. Die is nog duurder dan James Rodriguez. En die ga ik gewoon in mijn club houden. Want de first owner Dybala vind ik heel erg tof. Ik gebruik natuurlijk Aguero. Ik gebruik natuurlijk Crespo. Ik gebruik natuurlijk Mauro Icardi. Dus hij past ook wel in dit straatje van Argentijnse spitsen. Dat is een lekker pakketje. We hebben het over kerst. We hebben het over de kerstspirit en wat dan ook. En gelijk krijgen we iets goeds. Dankjewel, kerstman. Ik word later een kerstman. Als ik mijn baard lang genoeg laat groeien en ik word wat ouder en er komen wat grijze haren tussen, zou ik een perfecte hulp Sinterklaas of kerstman zijn. Nou is dat natuurlijk niet de roeping waar ik naartoe wil gaan, want daarvoor studeer ik niet, maar je weet het maar nooit. Hé, ik ben eigenlijk al best tevreden, want we hebben een walkout gepakt, Games, en we hebben Dybala die flink wat coins waard is. En we hebben nog 5 pakketjes over en daarna kunnen we nog wat normale pakketjes gaan openen. Maar een Inforpie zou ook heel erg lekker zijn. Nu krijgen we dan Garay. Ik dacht even, dat is Mascherano of dat is Otamendi. Dat is natuurlijk heel erg lekker. Al zou Garay vast wat waard zijn vanwege alle dure squad building challenge. Op zich is het een redelijke pack opening. James Rodriguez. Dybala. Wanneer jullie dit kijken heb ik zelf ook al mijn packs geopend van de vorige Weekend League. Daar heb je ook een video van online zien komen vandaag. Renato Sanchez is niet zo duur meer zoals vroeger, maar alsnog wel een leuke speler. We hebben Elite 1 of Elite 3 gehaald. Dat zag je dus in de video van vandaag. En in de video van morgen komen die pack openings van de Weekend League prijzen. Ik hoop dat ik daar een lekker informpje in pack. Wat ik dus bedoel te zeggen. Op het moment dat jullie dit zien heb ik ze zelf al geopend. Maar is net de video online gekomen van de Weekend League potjes. Waarin je dus kan zien dat ik Elite 3 ben geworden. Wat lekker was weer. En dan Dembele. Oeh, Witzel. Jammer. Dembele was wel wat waard. Alright. Nog 2 pakketjes voor 1400 points. En dan kunnen we nog even een paar van die andere openmaken. Weer een groter sterretje. Het is Rui Patricio. Nogmaals, elke hooggeraden speler is mooi meegenomen. Omdat die door die squad building challenges gewoon nog best wel wat waard kunnen zijn. Omdat ik ze zelf kan gebruiken. Al van deze mee. Ik moet wel heel erg eerlijk bekennen. Die squad building challenges, ik heb er al een paar gedaan.
Ik kan ze even laten zien voor de zekerheid. Nou, dat is eigenlijk niet nodig, want ja. Ik heb Kurzawa gedaan. Ik heb Toprak gedaan. Omer Toprak. Ben ik ontzettende fan van die speler. Dus heel erg chill dat ik nu zijn betere versie kan doen. Die kost me allebei niet zo heel veel. Daarnaast heb ik Parolo gedaan en De Rossi heb ik gedaan. Nou, wat een toeval. Wat een toeval. Maar die heb ik dus gedaan. Er komen misschien nog een paar leuke spelers in. Maar ik, aan de ene kant is het heel leuk om al die spelers te unlocken. Maar aan de andere kant, als je een speler niet veel gaat gebruiken, is het eigenlijk best wel zonde om er zoveel coins aan uit te geven. Want ja. Weet je, je hebt veel spelers, zoals een Dybala die we net pakken. Zijn Squad Building Challenge versie is ongeveer even goed als zijn Inform. Het enige ding is dat die Squad Building Challenge waarschijnlijk goedkoper is om te completen. Maar die Inform is gewoon, die gebruik je. En als je hem op een gegeven moment niet meer chill vindt, kan je hem dus verkopen. En dat kan bij die Squad Building Challenge niet. Dus technisch gezien is dat een investering die je nooit meer terugkrijgt. En een Inform behoudt altijd wel een beetje zijn waarde. Het enige wat je daarover verliest is de belasting van EA van 5%. Dus het is een overweging die je moet maken. Stel, het is jouw favoriete speler. Dan is het natuurlijk logisch dat je elke versie van hem in je pakket wil vinden. Wie ik niet wil vinden is Ranocchia. Ik blijf nog even deze pakketjes openmaken tot mijn FIFA points zijn afgelopen. Het is natuurlijk altijd maar de vraag of wij die gaan benutten en of we iets leuks aan te gaan krijgen. Maar je wordt sowieso al heel erg bedankt voor het kijken naar deze pack opening. We hebben weer een walkout gepakt en we hebben een dure speler in de vorm van Paulo Dybala. En wat more do you want? Eigenlijk, ja, wat wil ik nog meer? En dit is ook wel een groot sterretje. Dit is Bonucci weer. Ja. Die had ik vanmiddag ook in een pakketje. Toen ik op school pakketjes aan het openen was. Toen had ik eerst dat ik Inform, hoe heet die ook alweer? Inform Gale van Newcastle en toen Bonucci. En dan nu is de kans heel klein dat het nog wel kan pakken. Maar jij wordt dus heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie allemaal een ontzettend fijne kerst hebben. Maar ik ga dat ongetwijfeld nog vaker benoemen in video's en aan jullie vertellen. In mijn laatste tijd heel druk met school. Ik heb ook minder tijd gehad om comments te lezen en comments te beantwoorden. Ik heb wel een paar keer gedaan, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er niet blij van werd. Het is voor mij als YouTuber heel lastig als je een groot publiek hebt. Want ja, er zijn zeg maar 40.000 mensen die willen A zien. En 40.000 mensen die willen B zien. En de kans is dus heel groot dat als ik een video upload, dat er heel veel mensen zijn die gaan zeuren van ja, upload nou eens een keer iets anders. Terwijl ik zelf zoiets heb van ja, weet je, yo. Ik bepaal dat nog altijd zelf. Maar daar heb ik een beetje moeite in de laatste tijd. Dat is ook waarom ik niet meer op Twitter zit. Omdat ik gewoon heel vaak kritiek kreeg van mensen. En nou kan ik prima tegen kritiek. Alleen is het soms gewoon niet terecht in mijn mening. En dat is dan een teken van dat je niet om kan gaan met kritiek. Maar hey, als ik iets wil tweeten en iemand heeft daar mening op. Dan zeg ik altijd van ja, ontvolg is gratis. En het is ook zo met abonneren. Je kan ook de-abonneren als je het niet meer leuke video's vindt of wat dan ook. Dat moet je helemaal zelf weten. Van Aken, sluiten we mee af. Je wordt bedankt voor het kijken. Een blauw duimpje zou super tof zijn. En dan check ik jullie allemaal later. Joejoe, fijne kerst. Dus pas over een paar dagen. Doei.